Hi there, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou How to Make Teamwork Work, deel 2. Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help jou als ondernemer of senior business professional van je middelbare school Engels af, zodat je ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunt communiceren, maar bovenal volledig jezelf kunt zijn. But first, een korte recap. In de vorige podcast heb ik je verteld over teamwork. Dit belangrijke onderdeel vergt verschillende skills, zoals overleggen, luisteren, overwegen en noem maar op. Dynamiek en flexibiliteit is hierbij niet weg te denken, maar dat alles combineren en dan ook nog eens in het Engels. Dat is natuurlijk niet niks. Daarom heb ik je in de vorige podcast over de basis van teamwork verteld, plus een groot aantal veel voorkomende Engelse termen die je direct in de praktijk kunt gebruiken om net dat extra beetje professioneler over te komen. Vervolgens heb ik je uitgelegd hoe je in het Engels aan de slag kunt gaan met het verdelen en voltooien van verantwoordelijkheden en taken. En kun je je nog herinneren dat ik je heb verteld over beleefdheid en hoe je dat in de praktijk kunt toepassen? Met name als je Engels spreekt is dit superbelangrijk, so try not to forget. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Ik heb namelijk nog een boel behulpzame Engelse woordcombinaties die je kunt toepassen bij samenwerkingsprojecten en groepswerk. We gaan dus door op de vorige podcast en daarmee komen we uit op onderdeel 3, informatie en informatie verduidelijken. Na het geven van instructies of het verdelen van de taken is de kans groot dat collega's uit je team vragen om meer informatie of een verduidelijking van de informatie die je zojuist gegeven hebt. Een kernbegrip dat je hiervoor kunt gebruiken is het Engelse werkwoord to clarify, wat het checken van informatie of het verduidelijken van informatie betekent. Of je nu de teamlead of een van de andere deelnemers aan het groepsproject bent, je wilt informatie natuurlijk zo goed mogelijk verstrekken of alles goed begrijpen. Is iets niet duidelijk of zou je graag meer informatie willen vragen? Dat kun je bijvoorbeeld met behulp van de volgende voorbeeldzinnen doen. Je kunt de zin What exactly do you mean by gebruiken om naar een specifiek onderdeel van de informatie te vragen. Daarnaast zou je de Engelse zin Can I just check whether of Can I just check if gebruiken om verduidelijking te vragen over een onderdeel dat je nog niet helemaal duidelijk is. Dat plak je gewoon achter een zin. Bijvoorbeeld, can I just check whether you want me to finish this task alone or together with Marie? Ook zou je de zin, if you say, do you mean, om te controleren of je goed hebt begrepen wat je zojuist hebt verteld. Bijvoorbeeld, if you say, by Wednesday, do you mean this Wednesday or next Wednesday? Als laatste kun je natuurlijk ook vragen of bepaalde informatie nogmaals herhaald zou kunnen worden. Gebruik dan een Engelse zin zoals Sorry, could you just run through that again? De woorden to run through is een Engelse woordcombinatie met de betekenis het uitleggen of samenvatten van iets van het begin tot het einde. Daarnaast kun je ook de zin Excuse me, can you repeat that please? Goed gebruiken om hetzelfde te vragen. En dan is het nu tijd voor onderdeel 4, voortgang. Bij groepswerk of een samenwerkingsproject is het enorm van belang om de voortgang te checken. De individuele voortgang van de verschillende onderdelen, maar ook de gezamenlijke voortgang. Hoe staat het ervoor met het project? Er zijn verschillende handige Engelse woordcombinaties die je kunt gebruiken wanneer je het hebt over de voortgang van een project. Wat dacht je van? To keep on schedule. To stay on track. To keep to the deadline, om aan te geven dat het belangrijk is om de voortgang zoals afgesproken te laten verlopen, zodat het werk op tijd af is en je niet achter komt te lopen. De woorden to keep to kun je ook vervangen met to stick to, waardoor je bijvoorbeeld to stick to the schedule of to stick to the deadline kunt zeggen. Wil je als teamlead aangeven dat je het belangrijk vindt om op de hoogte te blijven van de voortgang van het project? Je kunt dat bijvoorbeeld aangeven met I would like to have regular updates. Als de teamlead dit tegen jou zegt, zou je kunnen antwoorden met I will keep you in the loop. Dat betekent dat je iemand op de hoogte houdt. Heb je het idee dat je helemaal niet goed op de hoogte bent van wat er gaande is? Dan kun je het tegenovergestelde zeggen I'm afraid I feel out of the loop. Daarmee geef je aan dat de communicatie tussen jou en je teamgenoten niet goed loopt en daardoor jij niet goed weet wat er speelt. Natuurlijk zijn er nog meer manieren om de zaken aan te geven die ik in deze podcast en de vorige podcast met je heb besproken.
Maar de woordcombinaties die ik je in deze podcast heb verteld, worden veel gebruikt door native speakers van het Engels. Kende je sommige Engelse zinnen nog niet? Schrijf ze dan eens op. Je zult merken dat je ze dan gemakkelijker gebruikt wanneer je aan een groepsproject deelneemt of zelfs runt. Als je deze aflevering hebt geluisterd, zou ik het enorm op prijs stellen als je een review voor ons zou willen schrijven op SoundCloud of iTunes of een beoordeling voor ons zou willen achterlaten op YouTube. Want sinds een tijdje kun je ook daar elke 2 weken onze nieuwste podcast beluisteren. Een reactie van jou helpt anderen om onze podcast te kunnen vinden en daarmee hun Engels te verbeteren. See you next time met quick and easy tips for your business English.